Je krijgt van mij even een handmicrofoon. Dank je. Vertel eens, wat is het financieringsloket, Martin? Financieringsloket is eigenlijk een dienst die we aanbieden namens de Topsect Energie. Om MKB-ondernemers te helpen met het vinden van een private financiering. Dus bijvoorbeeld als je cofinanciering nodig hebt naast je subsidie, want je moet altijd zelf geld meenemen. Dan helpt er daarbij, en doen we specifiek voor MKB-bedrijven, waar ik start-ups en scale-ups. Omdat die vaak nog te weinig eigen vermogen hebben. En daar helpen we ze bij door een aantal diensten aan te bieden. Dus het eerste wat we zijn is ook gewoon een loket. Als ondernemers komen bij ons zeg maar, voor met een specifieke investeringsvraag. Nou, ik heb even geteld. En rechts boven in de hoek zijn de type vragen. En rechts boven ziet u de vraag zeg maar, waarmee men langskomt. Dus meestal is men op zoek naar leads voor investeerders. Vaak jonge bedrijven willen ook advies over financieringsstrategie. Van nou, hoe haal ik mijn financiering op? Hoe ziet dat investeringslandschap er nou uit? En dan kwam een behoorlijk deel, stelde ik gewoon de vraag van, nou, denk je dat ik klaar ben voor een investeerder? Ben ik investor ready? Dus ik geef dan wat advies, krijg soms een pitch deck en geef er wat feedback over. Dus eigenlijk gewoon een loketfunctie, ongeveer 50 ondernemers per jaar. En daarnaast hebben we een aantal events. En één daarvan is de masterclass financiering. Dat doen we 2 keer per jaar. Dan heb ik eigenlijk 7 sprekers die namens hun eigen investeerderssegment vertellen wat zij wanneer en hoeveel en wat de voorwaarden zijn van financieren van een innovatie. Dus ik heb iemand van een business angel tot aan een bank heb ik op het podium. Dat doe ik 2 keer per jaar. Daarnaast zijn er nog een kleine subsidieregeling. Dat is de innovatiemakelaarsregeling. Dat is de meest onbekende subsidieregeling van Nederland. Als je als start-up een expert nodig hebt, en die heb je af en toe nodig, bijvoorbeeld voor een patentuniekheidsonderzoek, of als je support wil bij het opstellen van een businessplan, of onderhandelingen met investeerderbegeleiding bij nodig hebt, dan kan je een kleine subsidie aanvragen van maximaal 10.000 euro, oftewel 80% van de kosten van de inhuur van die expert. En expert mag je zelf ook uitkiezen. Zolang het maar niet je broer of je zus is. Dat soort zaken. Dan hebben we nog de Energy Investor Day. Dat is een event dat doen we elk kwartaal tegenwoordig. Waarbij we 6 starters op het podium hebben. Die tot ongeveer 2 miljoen equity zoeken. 2 miljoen eigen vermogen. En in de zaal zitten ongeveer 40 investeerders. Die allemaal interesse hebben in specifiek in de energietransitie. Nou, snapshot daarvan staan rechts hieronder. Dat zijn investeerders die ook onderdeel zijn van de Energy Investor Community, die in maart zijn gestart, waarbij we het ecosysteem hebben proberen te versterken vanuit de topsector energie. Van, nou, kom naar voren toe, investeerders die focus hebben voor duurzame energie. Word lid van de community, word uitgenodigd voor deze pitchbijeenkomst en we organiseren een aantal kennissessies over trends, over in technologiegebied, maar ook over, volgende sessie gaat waarschijnlijk over de VC-crash die er aan zit te komen. En wat dat gaat betekenen voor ondernemers en voor investeerders. Dus dat zijn eigenlijk de activiteiten die we doen. Daar kan Bill Gates ook wel bij, vanaf de afgelopen week, of niet? En die mag er best bij, dat zou ik graag geen nee tegen zeggen. Is het opmerkelijk dat zo'n internationale investeerder ineens een Nederlandse start-up uitkiest? Of zie je het meer gebeuren? Je ziet het de laatste 2 jaar meer gebeuren. Wat meer Scandinavische investeringsclubs, ook wel Amerikaanse clubs. Maar het gaat bijna altijd in de regel. En dit is een uitzondering, dus dat is een dubbel compliment eigenlijk. Voor directe investering van boven de 5 of van de 10 miljoen. Dus echt de grote fondsen, dan moet je vaak ook wel Europese financiering zoeken of in Amerika. In Nederland is het ecosysteem, zijn gewoon minder partijen, een kleiner land. Zijn er gewoon minder investeerders van die categorie. Categorie van, tot 5 miljoen. Dat is enorm groeiende de afgelopen 2 jaar. Dus ik denk dat er echt een verdubbeling heeft plaatsgevonden. En mijn inschatting is dat nog wel even doorgaat. Ja, en het zijn veel ook nieuwe ICT'ers, hè? Nou is Bill Gates een wat oude ICT'er, maar het zijn veel nieuwe ICT'ers, hoor. Absoluut. En het is een beetje de new thing in town. Of het is iets wat, denk ik, blijvend is voor de komende periode. Dus ik denk dat alle ondernemers die niet te maken krijgen of beperkt te maken krijgen met vraaguitval de komende paar jaar, dat die een uitstekende kans maken voor venture capital financiering. Cool, dankjewel. Jij hebt nog een van jouw ondernemers meegenomen die jij hebt geholpen en dat is Renze van Dijk van WoonDuurzaam. Ja. Wat is jullie relatie onderling? Kom erbij. Nou, onze relatie is
Ja, ik heb met Rens verschillende keren contact gehad, zoals wel vaker met op verschillende momenten. Volgens mij een innovatiemakelaarssubsidie hebben we contact gehad. Een masterclass, dacht ik, Energy Investor Day. En daarna nog wat contacten gelegd. Dus dat is ook mijn rol. Sparringpartner, doorverwijzen, service verlenen, dienst verlenen vanuit de topsector energie om ondernemers te helpen, zoals Rensen. Geef de microfoon maar door. Ik ben nu nieuwsgierig naar wat jij te bieden hebt, Rensen. Ja, een gefinancierde onderneming tegenwoordig. Dat is niet mede dankzij Martin en een hele hoop andere bedrijven en mensen. Maar wat wij doen is service innovatie. Wij bieden integrale pakketten maatregelen, eigenlijk als een one-stop shop voor gasloos wonen, aan woningeigenaren. En dat doen we merkonafhankelijk. We steken alles in elkaar wat daar nuttig bij is, van zonnepanelen en isolatiemaatregelen tot warmtepompen, opladen voor je auto. En wat we er op kleine schaal inmiddels aan toegevoegd hebben, is nog veel verder gaan de ontzorging in service en onderhoud, in financiering. En we hopen ook energiemanagement daaraan toe te kunnen voegen. Zodat we eigenlijk tegen woningeigenaren kunnen zeggen, joh, kom maar hier, je hoeft niet te investeren, je hoeft niks te doen. Wij zorgen voor de transformatie van je woning tegen vaste maandlasten en de risico's zijn afgedekt. Nou, dus een beetje in concurrentie ook met Future Factory. Of is dat nee, dan... want die bouwen nieuwe huizen, als ik me niet vergis. Nee, die bouwen de schilder omheen. Ah, die bouwen dus, ja, oké, okay, dus een andere aanpak. Ja, klopt. Ja, nou, er is genoeg volgens mij aanbod, hè? Je moet 7 miljoen woningen doen, geloof ik. Precies. Welke financiële hobbels heb je gehad? Ik hoorde hier, hè, we hebben ze ook al van andere collega's van je gehoord, hè, als innovator. Waar ja, je een jong bedrijf dat snel wil groeien, heeft altijd chronisch geldtekort, is inmiddels mijn ervaring. En dat gold voor ons zeker. We hebben vrij vroeg al angel-investeerders kunnen aantrekken. Dat was heel prettig. Maar op een gegeven moment was het geld op aan het raken en was corona in het land. Dat was de eerste grote hobbel, want investeerders gingen kijken van... joh, wie blijft er staan onder deze omstandigheden in plaats van investeren? Toen we daar overheen waren en we stonden nog met behulp van een corona... overbruggingslening ook. Toen gingen we alsnog de markt in. En wat je dan ziet is dat het een heel hobbelig en lang traject wordt, waarbij je moet gaan zoeken naar welke investeerder past bij mij. En we hadden inmiddels te veel geld nodig voor angel investeerders. Maar corporate fondsen, nee, nog niet groot genoeg. Oké, geen corporate fondsen. Tech fondsen, hoop gesprekken, nee, nog niet tech genoeg. Angel investeerders, nee, daar zijn we dus te groot voor. Impact fondsen lijkt te werken. Weet je, zo'n zoektocht duurt best een hele tijd. Een collega had er 20 gesproken. Dat ook. Ik denk dat ik er wel 100 gesproken heb. Ja. Internationale fondsen was ik nog vergeten. Ook nog niet groot genoeg. Dus dat traject, dat heeft zomaar ruim een jaar geduurd, denk ik. En inmiddels zie je de markt in onze situatie redelijk ontploffen. Zeker sinds de gasprijs ging stijgen. Maar elke volgende schaalniveau vraagt om investeringen die je nog niet kan doen. Dus het is extreem frustrerend voor het hele team. De drive is er. En dan, de drive is er, de markt is er. Je hebt wat geld nodig. Ja. En dat heb je niet zomaar. En hebben die investor days en zo nog jou daarbij kunnen helpen? Ja, zeker. Want het is ook een soort traject waarin je moet leren wat je precies moet pitchen aan een investeerder. En wat die precies wil horen en wat je moet uitlichten in je bedrijf. Ik heb uiteindelijk geen investeerder gevonden via de Investor Day. Het was wel zo'n beetje de eerste gelegenheid om het verhaal te testen. En dat is belangrijk. En dat ze dan uiteindelijk allemaal nee zeggen, want ik vind dat niet goed en ik vind dat niet goed. En dat is, daarom past het niet bij ons. Dat is dan een volgende. Dat gaat je nog wel tientallen keren gebeuren. Maar je moet daar doorheen om uiteindelijk die investeerders te vinden die wel passen. Ja, dankjewel. Heb je nog een advies aan iedereen met wensen tot meer geld? Ja, neem je tijd. Wees niet bang voor afwijzingen, die ga je heel veel krijgen. Het is net solliciteren toen de arbeidsmarkt nog niet was zoals vandaag. Je gaat gewoon een koudje verhaal vertellen aan een partij die niet hoeft en heel misschien wel wil. Dus dan moet je tegen wapenen. En het is echt al een hele zoektocht naar wat past dan bij mij. Wees daar ook creatief in. Wij hebben het uiteindelijk kunnen closen met een crowdfunder, een impactfonds uit Noord-Holland, een bestaande investeerder die alleen door middel van een safe wilde investeren, terwijl de rest alleen een converteerbare lening wilde. Zo'n soort puzzel ga je op een gegeven moment leggen en dan past het in elkaar.
Ja, en dan heb je toch ineens 2,2 miljoen binnen en kan je echt gaan groeien. Kun je gaan knallen. Nou, ja. Super. Dankjewel voor je toelichting.